Clean-up, stofzuiger Dylan. Stofzuiger Dylan. Stofzuiger Dylan. Stofzuiger Dylan. Wow. Oh man, ik heb niet genoeg keer om deze chappie aan te kunnen, denk ik. Oh, hij heeft een stone sword. Maar ik kom als ass. Ik kom nou hem. Ik rek hem. Ik heb hem. Ja! Ja! Kijk eens mijn kanaal, oftewel Rotjog. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjog. En welkom terug in een nieuwe video. Ik speel ik Blitz Survival Games op de Hypixel server. Hopelijk gaan we winnen en hopelijk ga je het ook leuk vinden. Want sommigen van jullie zeggen, Dylan, ga Blitz Survival Games spelen op Hypixel. En ja, dat ga ik gewoon voor jullie doen, want jullie vinden jullie hartstikke leuk om te zien blijkbaar hoe ik aan het PvP'en ben. Skywars vinden jullie leuk. Hopelijk dit ook. Alleen dit is echt heel kut, want ik vind helemaal niks in die fucking kist. Man, dan gaan we gewoon lekker verder. Hopelijk ga je het leuk vinden. Want ja, ik had ook wel zin om te gaan Hunger Gamen. Want blijkbaar vonden jullie het leuk om te zien vroeger altijd. En op andere kanalen. Ja, deel die met jou ook gaan doen. Dus we gaan het gewoon doen. Ik speel op Hypixel. Heb jij een andere server? Laat me even weten waar je het leuker vindt. Want ik vind Hypixel op zich wel oké. Alleen, ja. Weet je, dus ik heb de YouTube ring gekregen waardoor je een nickname kan nemen. Alleen het probleem is dus dat mensen zien dat je een YouTube ring hebt. Dan gaan mensen zien je bent een YouTuber. Want dan kunnen ze gewoon nog steeds... Kom hier, noob. Eet een fucking wapen in je reet. Kom hier, neem het. Neem het. Sterven, oprotten. Neem het, neem het. Sterf. Sterf hier, jongen. Kom hier. Rotjoch. Ah, nee, dat ben ik. Ik ben Rotjoch. Oh, wat. Hup, hup. Hé, hey, oprotten. Stel dat je bitch-ass motherfuckers. Oké, okay, goed. In ieder geval, ik heb 2 kills. Dat is wat ik zocht. Jesus Christ. Kan ik eigenlijk even verkeer aantrekken? Dankjewel. Zo, in ieder geval, dat is het irritante van Hypixel. Dat mensen dus inderdaad mij gaan kunnen focussen. Want ze zien gewoon dat ik een YouTuber ben. En dat vind ik echt super irritant en super dom. Want Hypixel heeft juist een YouTuber ring gedaan. Waar ik een name change. Dus als je een andere naam hebt, zoals ik nu heet. Ik heet nu, hoe heet ik? Bob Ross Afro. De afro van Bob Ross. En dat kunnen ze zien, want ik heb een witte naam. En de anderen hebben dat allemaal niet. Dus ze weten dat ik een YouTuber ben. Dat is super kut en super irritant. Maar ja, zo so be it. Ondertussen heb ik pas de Night Kit 5. Ik weet dat het super slecht is. Ik weet het, jongens. Maar ik moet gewoon veel meer mijn Hypixel gaan spelen. En veel meer dit gaan spelen om natuurlijk een hogere rank te krijgen. Je krijgt natuurlijk niet gratis een hogere rank. Je moet ook wel spelen. En ik wil het wel gaan doen. Maar ja, als jullie hebben zoiets gedeeld. Ik heb liever dat je op mijn plek speelt. Of op, weet ik veel, poepie server. Dan moet je me het even laten weten. Dan ga ik dat ook doen. Want ik vind Hypixel dus hartstikke leuk. Maar inderdaad, ik heb een beetje moeite met mijn YouTube rank die ik gekregen heb. En dan gewoon met de kids, want ik heb gewoon een slechte kit. En andere mensen komen af en toe met vette diamond shit aanlopen. En dan kom ik aankakken met mijn golden boots, weet je wel. Want ik heb pas night 5. Oh ja, clean up, stofzuiger Dylan. Stofzuiger Dylan, stofzuiger Dylan, stofzuiger Dylan. Wow! Zijn dat dan teamers? Zijn dat dan teamers? Ja, dat zijn teamers, dat mag niet eens, man! Wauw, teamers. Wie zijn dat? JP, Kat en oh, Purple D. Oké, mensen, welkom bij potje nummer 2. En dit keer speel ik op de No Kids mode. Helaas heb ik vorige keer niet kunnen winnen, want ik moest tegen een team met ietsje betere gear. Met 2 win ik helaas niet. Dus we gaan proberen om het nog een keer te doen. En hopelijk word ik niet herkend. Laten we gewoon gaan. En let's fucking do this. Het is zonder kids dit keer, dus dat vind ik zelf wat leuker. Iron Stone Sword, Stone Sword. Oké, dit. En hakken maar. Hakkenbar. Hakken. Kom op, nummer 9 HP. 6 HP. 8 HP. Kom op, 9. Kom op. Hou hem tegen. Hou die gast tegen met 9 HP. Sla zijn ass. Kom op. Weep hem. Ik ga hem weepen. Ik heb hem geweept. Oké, ik heb hem geweept. Oftewel, ik heb hem gewoon eraf geslagen. Nice. We spelen zonder kids. Dit is fucking chill. Oh man. Dit is veel leuker met zonder kids. Kom op, ik ben sneller. Ja, hak hem door de midden, deel. Hak hem door de midden. Oh man, ik heb Cloud moeten uitzetten. Dat doe ik volgende keer wel weer. Man, kom op. Ja, nee. Hij wil me gaan kiten. Auw. Stop eens met die boospam. Die gaan niet kiten. Dat gaan we niet doen. Kom op. Waarom sterf je niet? Are you kidding me? Kom op. Nee, rot toch op, man. Met 1 hartje. Ja hoor. Ik haat dit. Dat heb ik wel zo op Hypixel PvP. Die setbacks, jongen. Dat is zo raar. Dat je gewoon op een gegeven moment stopt met sprinten. Ja, dat ga ik niet kunnen winnen. Man, een veel betere keer. Maar. Ik ben beter in PvP. Wow. Ik had ook wel geluk daar, hoor. Dat ik van onder begon te raken. Oh, man. Hij had wel goede gear, hoor. Shit, son. Oké, ik heb hem dood. Dat is chill. Trek die vibe natuurlijk in mijn inventory bar. Oh, man. Rot op met je combo's die we wel proberen te geven met je rotkop. Oh, jongens. Dit was even lekker. Dat was even een goeie, dat was even een lekkere. Oh, ik hoor mensen. Man, ik heb echt veel te weinig HP.
Ik wilde niet fighten. Ik ben shiftend hier beneden. Fuck het dak. Ik moet weg. Ik moet echt even wegrennen. Het spijt me, jongens. Ik wil niet dat ze pushy overkomen. Maar ik heb gewoon heel weinig HP over. Dus dit is fucked up. Dit is fucked up. Rennen. Ja! Rot op met je pijl en boog, man. Oprotten. Ik heb weinig HP. Ik had zojuist 2 fights gehad, oké? Ik moet gewoon rennen. Het spijt me. Ik wil ook liever vechten. Auw. Je weet dat ik ook een fighter ben. Maar ja, jongens, sorry. Ik moet hier wel echt weggaan. En die fucking clouds heb ik niet uitgezet. Dat is super dom. Man, dit is echt super kut. Oké, ik ben lekker in het midden weer. Oké. Ben ik even veilig hier, though? Ja, ik denk het wel. Alleen heb ik... Ja, ik heb op zich wel oké gear. Kan beter. Maar ik heb tenminste gear om te kunnen fighten met mensen. Alleen... Juist. Heb ik alles wat ik wil hebben? Ik heb alles wat ik wil hebben. Ja, oké. Regenen. Rustig aan, deel. Ontspan. Gooi je haar los. Oké, we gaan weer door. We gaan naar de volgende mensen. We gaan spinnen aan te vallen. Man, die man heeft ook goede gear. Maar... Ga maar lekker enchanten, jongen. Lekker enchanten. Ja. Lekker enchanten. Lekker enchanten. Oh, what the fuck. Ik heb hem. Hupsakee. Sharpness 1 in mijn hand. Toppie. Eten. Nice. Oh. Waarom zit jij in de grond, jongeman? Kom op. Ja, lekker. Het gaat goed. Wow. Ik ga even rennen, jongens. Eventjes de andere kant op van waar de dichtstbijzijnde tegenstander zit. Oh man. Dit was even een spannende fight weer. Eens even kijken. Resistance potion. Dit is chill. Een iron chestplate. Dat vind ik ook wel lekker dat ik die heb gekregen. Man, die gasten hadden allemaal wel betere gear dan ik. Dat is wel echt zo. Ja, ik heb ze tenminste dood. Daar gaat het om. Heb ik ook een boog? Ja, oké, dit is chill. Dit is blijheid. Die word ik blij van. Dit is allemaal goed. Ik ben allemaal Gucci eigenlijk. Heb ik een stick? Nee, ik heb geen sticks. Ik dacht misschien kan ik een iron sword maken. Maar dat kan ik helaas niet. Oké, we gaan even safe doen, jongens. Ik vind het een beetje creepy. Zit er iemand in het midden? Ja, hij zit in het midden. Shit. Ja, maar hij heeft amper gear. Dus die is echt een 3 klappen dood. 4. Dat dam. Hoppakee. Zijn er nog meer mensen die dood willen gaan? Zijn er nog meer mensen? Nog meer. Kom maar op, jongens. Ik sta hier in het midden te wachten tot jullie willen vechten met mij. Want ik ben niet bang voor de grote slang. Oké, dat gaat lekker. Het gaat goed, jongens. Nog 4 spelers over. Ik heb al 5 kills gemaakt, hè. 5. Dat is fucking veel, denk ik, voor een Hunger Games. Man, oké. Ik ga lekker. Oh, kijk, er is een iron helmet. Ik ben vol iron bijna. Op mijn broek na. Oké, zijn er alleen... Ik zie nog dat er nog een paar donators over zijn. Dat is altijd kloten. Man, ik moet echt die wolk uitzetten de volgende episode. Dat zou ook echt super veel chiller zijn. Oké. Rennen, dikke. Kom op, rennen. Waarom raak je niet? Of ik ben heel scheef. Of jij kan heel goed dodgen. Oké. Het is een kwestie van allebei. Ik ben en scheef en hij dodgt gewoon netjes. Oprotten met je diamond of je golden chestplate. Kom hier, oude boef. Kom hier. Ik wil met je vechten als je niet gaat laggen. Oh! Vuile rat, ik ben nog gevallen ook. Het houdt in dat ik gewoon damage gekregen heb. Oké, ik wil wachten. Waarom gaan mensen achter mij aan? Ga ze weg, laat mensen met rust. Er zijn 2 mannen hier. Oké. Damage resistance. Oké, chill. Oké, ja. Gaan we vechten met elkaar. Ik pak jou eerst. Juist. Kom op, tweede. Ja. GG. Woo. Bob Ross Afro. 7 kills, hoor. 7 kills. GG. Well played. Op naar het volgende potje. Woe! Oké, mensen. Laatste potje. Vorig potje lekker gewonnen. Het was wel een clean-up in de final fight. Maar ja. Yo, ik wil gewoon winnen. Super gedaan. Let's go. Laatste keer. En hopelijk word ik niet herkend als YouTuber. Wat me wel iets te vaak gebeurt. Waar ik echt super hard van baal. Als ik dit speel namelijk. Dat is namelijk super irritant. Er is niks irritant dus eigenlijk. Als herkend worden als fucking YouTuber. En dat ze gewoon met z'n allen op jou gaan. Omdat het gewoon kan. Dat is super irritant. Ik ga jou gewoon smacken. Want weet je waarom? Omdat het gewoon kan. Alleen wordt er niemand... Word ik ook achtervolgd? Nee, ik ga jou gewoon met rust laten. Want ik weet zelf hoe irritant het is als mensen achter je aanlopen vanaf het begin. Dus ik ga je lekker met rust laten. Hopelijk is het niet de verkeerde keuze geweest. Want ik ben nu aan het zoeken naar een chest. Maar ik kan niet echt een chest vinden. Dat is wel om te huilen. Het is namelijk kitloos. Oh. Oprotten. Ah, hij doet een taunt. /taunt. Ja, sorry, Koning Mohammed. Ik ga je gewoon killen. Ja, sorry. Team is niet oké hier, hoor. Het mag niet.
Het spijt me. Het spijt me. Of wie is dit? Lorelei. Hoe ben ik herkend? Er staat Rotjoch hier, maar ik heet Appelsientje. Hoe weten ze dat dan? Hoe weten ze dat ik het ben? Dit is echt te lijp voor woorden. Oké, wacht. Hier is een clean-up kans. Hier is een clean-up kans. Oh, nee, niet. Oh, nee. Dit is niet slim. Dit is niet slim. Hij had een... Oh, jawel. Dit is wel slim. Oh, man. Maar ik heb hem laten ontsnappen per ongeluk. Dit is echt heel kut. Ik wil jouw chest hebben. Kom op. Waarom vecht het niemand? Kom op. Wees een man en vecht met me. Waarom willen mensen alleen maar rennen op deze shit? What the fuck? Het is geen speedrunner, dit. Kom op, rennen. Het is geen race. Het is een fucking vechtscène. Come on. Vecht. Ja, oké. Laat maar, hoor. Jongen. Lekker blijven rennen. Want dat is hartstikke leuk, namelijk in dit spel. Lekker blijven rennen. Jongen. Oké, ik heb echt al helemaal geen gear. Ik heb echt een woedende axe. Met iedereen met wie ik wil fighten. Oké, geef me een wapen. Waarom geef me... Ja, sorry, Karsteven. Dat mag ik niet doen. Ik haat dit soort shit. Ik haat het als... Kijkers, ik snap het. Ik vind het heel aardig. Maar speel gewoon zoals je normaal zou spelen, weet je wel. Dat is gewoon... Dit is gewoon niet chill. Want dat mag niet op Hypixel namelijk. Oh man. Dit is zo irritant. Kom op, spring jezelf dood of zo. Of ik moet je nog één keer kunnen hitten. Dan ben ik heel blij. Kom op. Ebbes. Ja hoor, dat is een double. Ik trek het shirtje aan. En ik ben weg. Ik trek even mijn woedensoort in mijn hand. En ik heb even een hapje te eten. Oh man, ik heb niet genoeg gear om deze chapje aan te kunnen, denk ik. Oh, hij heeft een stoomsoort. Maar ik combo zijn ass. Ik combo hem. Ik rek hem. Ik heb hem. Dit was echt een hele makkelijke fight, eerlijk gezegd. Oh man, ik begin wel echt een beetje in paniek te raken. Ineens begint iedereen te fighten. Is het iedereen heel weg voor me? Ineens wil iedereen vechten. Wat een feest. Oké, ik heb wel echt poepgear. Hopelijk hebben de andere mensen niet zulke gear. Hopelijk hebben de anderen echt slechtere gear nog. Wacht, heb ik een goede helm? Deze helm heb ik al. Ik heb al een boog. Ik heb ook arrows. Oh, diamond. Oh, wacht eens even. Is dat een golden chestplate? Dat is een golden chestplate. Hier word ik blij van. Kom maar eens even bij die gold plus. Kom maar eens even die gold chestplate brengen. Dankjewel. 1 diamond. Heb ik niet zoveel aan, denk ik. Hoop ik. Want anders heb ik nu de diamond weggegooid. Oké, top. Het gaat goed. Het gaat lekker. Ik ben lekker aan het rekkende fase. Ik heb een betere broek als dit. Dus het gaat goed. Nog maar 3 players over. Man, dit wordt echt even... Dit wordt een beetje een spannende strijd, denk ik. Zo zou ik zeggen. Ik heb een potion of slowness. Die kan ik zo even gooien. Dus die ga ik bewaren. Oké, 30 seconden. Moet ik eventjes zien te overleven. Wat ik ga doen, ik ga lekker hier naar boven toe. En ze zoeken het maar lekker uit met z'n tweeën. Die andere twee. Doeg. Hopelijk is het geen team. Dan zal ik echt huilen. Dan ga ik echt huilen. Come on. Hè? Hoeveel arrows heb ik eigenlijk? 8 arrowtjes maar hoor. Goh. Het is niet veel om iets mee te kunnen doen. Oké. Laat mij gewoon met rust, oké. Ik heb helaas geen gear. Ik kan helaas iets uithalen. Oké. 2, 1. Hij is gesloten. Hij is gesloten. Niet de kill. Kom hier. Tijd om te sterven. Ja. Tijd om te sterven. Hij noemt het hex. Oké, ik heb hex. Klopt. Kom hier. Oh, ik heb wel een speedburst natuurlijk, omdat ik die chappie gekild had. Ja, ja. Kom op. Kom op. Ah, hij heeft fucking iron. Ja, ik nak hem met iron en een enchanted sword. GG. Well played. Nice hex noob. Ja, sowieso. Oh. Ik ook. Ik heb mezelf... I recorded you. I recorded myself. Dus ja, ik heb mezelf opgenomen. Stoere jongen. Nou mensen, in ieder geval, dit was awesome. Ik heb de salt. De salt die is meegemaakt natuurlijk weer van Hypixel. Want die is vrij hoog, de salty hero. Want als je wint, heb je altijd een hacker. In ieder geval mensen, ik vond het hartstikke awesome. Hartstikke leuk om weer te kunnen Hunger Gamen. Hopelijk vond je het leuk. Wil je vaker Hunger Games zien of meer Skywars zien? Laat even weten beneden in de reacties. En dan zie ik je graag in de volgende video. Mensen, dankjewel voor het kijken. Later massa scenes. En natuurlijk, peace. Man, dat was echt even lekker. Oh my, feels just like I know.